Decubitus ontstaat door te lang te veel druk op het weefsel, of door druk in samenhang met schuifkracht. Vaak ontstaat decubitus ter hoogte van een botuitsteeksel, zoals de stuit en de hielen. Decubitus is onder te verdelen in 4 categorieën. Om ze makkelijker te onthouden gebruiken we deze mandarijn als voorbeeld. Categorie 1. Niet wegdrukbare roodheid. Categorie 2. Er ontstaat een blaar of oppervlakkige wond doordat de dermis kapot is. Categorie 3. Er is verlies van de volledige huidlaag. Subcutaan vet kan zichtbaar zijn, maar botten en pezen liggen niet bloot. Categorie 4. Er is verlies van de volledige weefsellaag met blootliggend bot, pees of spier. Decubitus is bijna altijd te voorkomen. Geef daarom elke 4 uur wisselligging, ook op een anti-decubitus matras.